van stage en toen zagen we twee grote dozen van Benefit op tafel staan. En wij dachten van... Oh, what's that? What's going on? What's in there? Ooh. Benefit heeft ons een paar maanden terug benaderd of wij voor elkaar iets leuks wilden samenstellen. En dat hebben we gedaan, dus we weten totaal niet van elkaar ja, wat ik bijvoorbeeld krijg en wat Melanie krijgt. Ja, ik weet wel wat Lisa krijgt. Jij krijgt een cadeautje van mij en ik krijg een cadeautje van jou. Ja, het is een soort kerstman. Nou, niet kerstman, maar het was een beetje kerstman. Laten we het pakket gelopen maken, Lisa. Let's go! En er staat breekbaar op, echt met goede letters. Dus ik ben heel benieuwd wat er nu allemaal in zit. Oh, chill, wat dingen. Bij mij staat, hey Melanie, hierbij jouw tas vol producten die je van Lisa hebt gekregen. Geef haar maar een dikke knuffel, want dit heb je aan haar te danken. Met wat gaan we eerst beginnen? Nou, er zit een hele doos, er zit een tas in. Oh ja. Wat is dit voor tas? Kijk! Ah, leuk! Ik wil het echt niet kapot maken. Oh, het is een clipband op. Het clipband! Oh my god! Oké, okay, hier heb ik een soort klapblokje met all things to do. Er staat op, I'm happy that you're my twin. Ja, dan die quote. Oh. Ik moest iets liefs voor Lisa schrijven en toen had ik dat opgestuurd. Yeah. Met een schattig boekje erbij met Benefits. Oh, hier staat, you're my chocolate chip cookie. Yay! Yay! Ik heb dat geschreven. Ik vond dat zo'n leuke tekst en ik heb er niet in. Oh my god, is het zo... Oh, je hebt er even met wimpers? Ik heb er even met, kijk. Hey girls. How are you? Je hebt echt wimpers ook. Ik heb zeg maar, mijn wenkbrauwen zijn roze. Die is echt heel leuk. Oh. Deze is super schattig. Hey. Ik heb er ook één. Oh, die is echt best heel leuk. Best friends. Er staat hier, always find a reason. Dit heb jij geschreven. Always find a reason to laugh. It may not add years to your life, but it will surely add life to your years. En ik heb, hey you, you look pretty today, there's no better friend than a sister, and there's no better sister than you. Deze foto is wel echt heel leuk. Ja, ik vind deze ook leuk. Oh, mijn is zo vet! Keep it real! En ik heb dit make-up tasje op jij, want je kan het eventueel denk ik ook wel gewoon als etui gebruiken of iets. En hier is de eerste make-up, namelijk Roller Lash. Super curling en lifting mascara. Mascara en super form en extension. Dus even de, het is gewoon... Een soort mascara die wimpers zeg maar niet plakkerig maakt zoals van die niet plakkerige wimpers, maar uit elkaar haalt. Je ziet ook de borsteltjes een beetje zo scheef. En ik heb Gimme Brown. Oh kijk! Wat een leuke verpakking! Oh my god! Dit borsteltje. Kijk hoe schattig dit in elkaar zit. Dit is voor je wenkbrauwen. Als je dan gewoon geen zin hebt om je wenkbrauwen te doen, dan doe je het gewoon even zo met een gel en dan... Heb je mooie wenkbrauwen? Dit is de Rocketeer Blush. En het is echt een hele mooie, oud roze kleur, zeg maar. Maar geeft wel heel natuurlijk, zeg maar, een pigment. Ik heb een highbrow pencil. Creamy Brow Highlighting Pencil. Moet je toch hier boven je wenkbrauw? Of je, oh, niet boven je wenkbrauw, onder je... Zo, er komt wel wat vanaf, hé. Ik ben even liefde op die tas gewoon, hoe het zo in elkaar is. Het is echt heel leuk. Wat is dit? Oh, dit is een hele kit. Ja, dit is een hele kit, doe ik niet. Dit is You're on top of the world with this beyond sexy kit for complexion, eyes and lashes. Ik heb een schattig doosje, dit is. Oké, nu ben ik wel heel benieuwd wat erin zit. En er zit een push-up liner in. En verder gewoon echt een hele mooie kleur voor je eyeshadow. Thank you. Het voelt alsof we surprise aan het openmaken zijn. Super schattig, echt heel leuk. Dit is een brow pakket volgens mij. Brow Sinks heet het. Oh, dat is echt vet handig. Het is gewoon een heel doosje. Gewoon voor je wenkbrauwen. Ik heb precies dezelfde, super schattig. Ik heb ook een, hoe heet het? Een blush. Sugar Balm heet het. Dit is echt een kleur door elkaar. Een soort van oranje, roze en bruin in. Ik heb ook dezelfde hier die Mel heeft. Dit is de Gimme Brow. En ja, dan hoef je eigenlijk alleen met het borsteltje over je wenkbrauw heen. En dan heb je eigenlijk gewoon een beetje volume en kleur in je wenkbrauw. Dus dat is super handig als je even haast hebt. Is het nou een foundation? Ja. Ik kijk wel even op internet. Ik weet het niet. We zijn not beauty gurus, guys. Het is wel very nice. Ja, en ik heb weer dezelfde als Mel. Dit is de Highbrow Pencil. Hier kun je lekker je wenkbrauwen mee op highlighten. En ik heb een black mascara. I needed a mascara, so now I have a mascara again. Thank you.
Deze heb ik al een keer gehad, hij is echt goed. Wat is dit? Ik heb ook een boekje. Mijn is niet fucking. Oh, mijn is zo van. Wat is dit? Een spiegel. Oh, kijk! Je kan het zo neerzetten. Oh, dat is echt super handig. Oh, dit ga ik gebruiken op mijn kamer. Ja. Sowieso. Kijk zo, en dan heb je dus een spiegel. Weet je wat nog handig is? Het ziet eruit als een tijd, of gewoon als een boekje. Als een boek. Dus stel je gaat naar school en je mag toch niet even kijken in de spiegel. Dan denk je gewoon van, jongens, waar van het boek om? Dit is echt goed. Als spiegel. Dit is echt goed. Dus dan even kijk, dit lijkt gewoon op een boek zo. Ja. En dan, niemand weet dat het een spiegel is. En dan als laatste, die we allebei toch? Volgens mij is dit een bronzer voor je lichaam. En er zit dan ook een applicator bij, een sponsje. Dus ik denk dat dit zo zelfbruiner is. Ben ik heel erg benieuwd naar, want ik heb nooit in mijn leven een zelfbruiner gebruikt. Ik ook niet. Dit is een bronzer voor je gezicht, dus dan kan je dus je gezicht bruiner maken. Oh, ik ben hier zo benieuwd naar. Ik ben echt super blij met deze producten. Dit is echt heaven. Ik ben het meest, waar ik zeg maar nog meer over hoop te tot ben, is gewoon dit tasje. Die spiegel. Ik vind die spiegel echt vet. Zo, dit waren alle producten die we hebben gekregen van Benefit. Welk product vond jij echt super vet in deze video? Laat het even achter hier beneden in de reacties. Vergeet onze laatste video's niet te checken. Die staan ook hier beneden onderin. En volg ons op Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat en everything. Instagram, did you already said that? Alle links over ons of die je wilt volgen staan hier beneden in de beschrijving. Dus check even de beschrijving. En dan zien we jullie volgende week weer met een nieuwe video, jongens. Ja. Doei!